Na maanden onderhandelen is er eindelijk een regering in Nederland. Er is de laatste tijd veel geschreven en gezegd over de manier waarop we onze regering kiezen. We stemmen allemaal, maar het is maar de vraag welke stem gehoord wordt. Veel kiezers zouden zich niet meer herkennen in de manier waarop ons land wordt geregeerd. Filosoof Martin van Hees kan geen doorslaggevende reden verzinnen waarom we zouden stemmen. Psychologe Namkje Koudenburg zou stemmen vanwege haar buren. En rechtsgeleerde Hans Engels vindt dat het allemaal anders moet. Ja, op het eerste gezicht een hele eenvoudige vraag, maar dat blijkt niet zo te zijn. Het is een van de grote raadsels, zou je kunnen zeggen. Waarom stemmen we? En er zijn verschillende antwoorden op mogelijk, maar geen van allen zijn ze echt bevredigend. Filosoof Martin van Hees is hoogleraar in de ethiek. Hij kan, desgevraagd, drie redenen verzinnen waarom je zou moeten stemmen. Maar als je er goed over nadenkt, zijn die redenen eigenlijk helemaal niet zo goed. Je gaat stemmen omdat je invloed wil uitoefenen. In een democratie hebben burgers invloed of kunnen invloed uitoefenen door middel van het uitbrengen van hun stem. Dat is het eerste antwoord. Maar tegelijkertijd is dat antwoord niet heel overtuigend. Want de kans dat jouw stem inderdaad invloed heeft, is verwaarloosbaar klein. Er zijn zeer veel stemmers, andere kiezers. En net de kans dat jouw stem de doorslag geeft, is natuurlijk heel, heel klein. Als je dan dat afzet tegen het feit dat je wel degelijk kosten moet maken om te gaan stemmen. Het is niet risicoloos. Je moet door de regen naar het stemlokaal. Je moet die verdraaide stempas weer zoeken. En er is een kans dat je aangereden wordt door de snelrijdende buurman. Maar waarom zou je die kosten maken als de kans dat jouw stem enige invloed heeft zo klein is. Toch bracht maar 3 promiel van de kiezers een ongeldige of blanco stem uit bij de vorige verkiezingen. Er is een tweede reden waarom we moeten stemmen. Doordat we moeten gaan stemmen, moeten we nadenken over op welke partij we gaan stemmen. We moeten nadenken over de verschillende partijstandpunten. Kortom, we moeten zelf een mening vormen en dat wordt als waardevol gezien. Nou, dat argument, die vormende waarde, daarvan zou je kunnen zeggen, is die nou zo sterk als je kijkt naar de kwaliteit van discussies, de politieke discussie, met name tijdens verkiezingen. Het gaat om soundbites, het gaat om toevalligheden, het gaat om persoonlijke aspecten en het gaat veel minder over de inhoud van programma's. Van de 18 partijen die meededen aan de verkiezingen, haalden er 8 de kiesdrempel niet en kwamen dus niet in de Kamer. Door te gaan stemmen symboliseren we als het ware onze instemming met dat politieke stelsel waar we deel van uitmaken. We geven aan dat we ermee instemmen. Het probleem hierbij is dat er natuurlijk ook mensen zijn die gaan stemmen om juist uitdrukking te geven aan hun onvrede met de manier waarop besluiten worden genomen. Daarnaast kan je je afvragen of een dergelijk argument, toch een argument dat gaat over een soort collectieve ijdelheid, voldoende is om verkiezingen te legitimeren. Van Hees ziet dus geen eenduidige reden waarom we zouden stemmen. De redenen zijn allemaal niet de definitieve redenen om te gaan stemmen, maar ze bevatten wel een belangrijke kern van waarheid. Kijk naar het tweede argument bijvoorbeeld, de vormende waarde van verkiezingen. Kijk, het feit dat die vormende waarde onder druk staat, betekent niet dat we niet moeten gaan stemmen, maar dat betekent dat we die campagnes meer inhoudelijk zouden moeten gaan voeren. En je kan het als een pleidooi zien voor meer inhoud. Kortom, we kunnen niet zeggen dat er een definitieve reden is om te gaan stemmen, de doorslaggevende reden om te gaan stemmen, maar er zijn verschillende redenen die ieder voor zich belangrijke aanwijzingen geven dat het inderdaad heel waardevol is om je stem uit te brengen. Nou, het blijkt dat wanneer we niet stemmen, dat mensen zelf aan de haal gaan met wat we eigenlijk zouden willen stemmen. En vaak komt erop neer dat mensen dat interpreteren als een steun voor hun eigen partij. Dus dat eigenlijk, ook al zou je uit protest niet stemmen, dat mensen toch denken dat je het met hun eens bent. Psychologe Namkje Koudenburg doet onderzoek naar wat mensen denken dat andere mensen van ze denken. Zo heeft ze onderzoek gedaan naar wat mensen denken wat niet-stemmers eigenlijk zouden stemmen. Het blijkt dat mensen zich rijk rekenen en die stemmen optellen bij de stemmen op hun eigen partij. Wat wij hebben onderzocht is hoe wordt zo'n dat niet stemmen nou opgevat door de mensen die wel stemmen. En dan blijkt dus dat wanneer bijvoorbeeld iemand CDA stemt en je buurman stemt niet, dat die CDA al gauw denkt als die buurman wel zou stemmen, dan zou hij eigenlijk ook op het CDA stemmen. Dus eigenlijk ziet hij dat niet stemmen als een steun voor zijn eigen partij. We zijn de straat op gegaan in mei, vlak voor de verkiezingen. En we hebben mensen gevraagd, wat gaat u stemmen bij deze verkiezingen? Nou, dan hebben ze bijvoorbeeld het CDA gezegd. En hebben we gevraagd, hoeveel zetels denkt u dat u bij deze verkiezingen zult gaan krijgen?
Nou, dat zeiden ze bijvoorbeeld 20 zetels. En dan hebben we daarna gevraagd, stel dat 100% naar de stembus zou komen, hoeveel zetels zouden jullie dan krijgen? Nou, en dan zeiden mensen, nou 30 bijvoorbeeld. Dus ze zeiden eigenlijk dat ze meer stemmen zouden krijgen als ook die niet-stemmers zouden komen. In 2010 kwam zo'n 75% van de kiezers naar de stembus. Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom mensen dit doen. De eerste is dat het in verkiezingstijd van belang is om zoveel mogelijk politieke medestanders te vinden. Want dan wordt je partij de grootste en dan win je de verkiezingen. Nou, dat kun je natuurlijk niet doen met mensen die een andere partij stemmen dan jij. Want als jij PvdA stemt en je buurman stemt VVD, nou, dan kun je moeilijk zeggen dat je het met elkaar eens bent. Stel maar dat je buurman niet zou stemmen, dan zou je kunnen zeggen, oké, ik denk dat wanneer die wel zou stemmen, eigenlijk ook PvdA zou stemmen. Een tweede reden is het vals consensus effect. Mensen denken dat andere mensen het meer met hun eens zijn dan daadwerkelijk het geval is. En het geeft een gevoel van zekerheid. Mensen hebben het idee dat ze het bij het rechte eind hebben en ze hebben het idee dat anderen hun wereldbeeld delen. Van de 16 miljoen Nederlanders hebben er 9,8 miljoen gestemd. We zijn natuurlijk heel vaak bezig met het interpreteren van andermans meningen. Op het moment in een gesprek of in een vergadering, wanneer niet iedereen zijn mening geeft, nou dan moet je toch een beetje zoeken en zelf invullen hoe andere mensen erover denken. Nou, het blijkt dus dat zolang een gesprek een beetje vloeiend verloopt en zolang het gesprek goed gaat, denken mensen eigenlijk dat anderen het wel met hun eens zijn. Maar op het moment dat het gesprek hapert of het valt in stilte, dan gaan mensen ineens twijfelen. Dan gaan ze nadenken over wat anderen precies gezegd hebben en of ze het wel echt met hun eens zijn. En nou ja, dat is bedreigend voor je sociale identiteit. Nou, die sociale identiteit die speelt ook een hele belangrijke rol bij stemmen. Want mensen stemmen ook om expressie te geven aan een bepaalde sociale identiteit. En dat is ook waarom wij niet-stemmers tot onze achterban rekenen. Wij moeten stemmen. Omdat we allemaal mee moeten doen in dit land en ook aan ons bestuur. Als we niet stemmen, dan staan we ernaast en dan verandert er niets. Rechtsgeleerde Hans Engels is naast hoogleraar ook senator voor D66. Het verbaast hem niks dat mensen zich afwenden van de politiek. Hij vindt het politieke systeem achterhaald. Politieke partijen hebben veel te veel macht naar zich toegehaald. Het grote probleem bij het stemmen nu is dat burgers hun stem uitbrengen. En dat ze dan eigenlijk niet weten wat er met die stem gaat gebeuren. Dus je stemt tegenwoordig op een politieke partij, op iemand van een politieke partij. En daarna, dan heb je dus iemand gekozen in de Tweede Kamer. Maar daarna gaan die politieke partijen in de Tweede Kamer met elkaar bezig om een kabinet te maken. We hebben wel een volksvertegenwoordiging, maar het besturen van het land, dat gebeurt door de regering. Die bepaalt welke kant we uitgaan. Dan krijgen we een links- of een rechtskabinet, of zoals het tegenwoordig heet, progressief of conservatief. Dat doet er heel erg toe. Als jij op partij A stemt en hij komt in de regering, nou, dan wordt dat programma meer doorgevoerd dan wanneer ze niet in de regering zitten. Zitten ze er niet in, ja, dan zit je 4 jaar niks te doen. Ook al stem je hebt geen enkele invloed op welke partij met wie gaat regeren. De echte macht ligt dus niet bij de kiezer. Nou, belangrijk is dat je in onze democratie dat zo modern maakt dat kiezers het gevoel hebben dat hun stem ertoe doet. Nou, dan moet je 2 dingen doen. Ene is, geef inderdaad die stem voor de volksvertegenwoordiging, die is er al. Maar geef nu ook een stem voor degene die je besturen en die je regeren. Dat is belangrijk. En dan denk ik dat burgers het gevoel krijgen dat hun stem ertoe doet. Namelijk voor degene die vertegenwoordigen en degene die hen besturen. Zullen ze zich beter herkennen in het overheidsbeleid. En dan voorkom je dus dat mensen ontevreden en boos worden en teleurgesteld zijn. En dan maar zich terugtrekken en op een tegenpartij stemmen. Dus burgers moeten weer staatsburgers worden. Moeten betrokken zijn bij de staat, bij het openbaar bestuur. Maar dat kan alleen, en dat is een democratie, als ze dus ook echt wat te zeggen krijgen. En dat ze ook het gevoel hebben dat wat ze te zeggen hebben, dat dat er ook doorkomt. En dat herkenbaar is. Dat is de kern. Politieke partijen zouden dus een groot deel van hun macht moeten teruggeven. Het gaat erom dat politieke partijen zelf om te beginnen inzien dat zij het contact met de mensen verloren hebben. En de enige manier om daar iets aan te doen, en daar blijf ik bij, dat is als zij toch iets van hun eigen macht die ze maximaal hebben gemaakt, weer terug gaan geven aan de burgers. En zeggen van, nou ja, het is toch belangrijk dat wij functioneren in een echte democratie. En dan zullen wij toch die mensen meer invloed moeten geven. Want anders keren ze zich niet alleen van ons als partijen af, maar uiteindelijk ook van de overheid. En dan hebben we dus echt een heel groot probleem.